Ja, daar zijn we weer. De deur die gaat dicht. De car heb ik ingepakt. En de zon die schijnt. Het is heerlijk weer. Al een beetje koud. Het is 10 maart of zo. En ik ga onderweg naar Daniel. Daar gooi je de spullen over in de auto. Gaan we naar een stekkie verderop, waar we nog nooit zijn geweest. We gaan het zien. En dan we gaan wel vangen. Komt goed. Let's go. Jongens, het is altijd zo ver rijden naar Daniel. Dan heb ik nu nog meewind ook. Ik heb nagaan morgenochtend tegenwind. Hey! Mogen we een handen geven? Oh. Een box. Hey, nee, hoog. Ja, ja. Hey, hoe is die? Hey, lekker chess, kom erin, jongen. Ja, daar is die. Kijk eens, jongen. Zo, dat is wel grappig. Ja, en ik zie het weer helemaal voor me. Ik mag natuurlijk weer met alle spullen op mijn schoot zitten. Ik ga lekker rijden. Ja. Zo. Daar hebben we het mannetje. Kijk eens. Goh. Hij zit vol, het past. Ja, luxe is anders. Het is geen hele grote, nieuwe, mooie auto ofzo, maar... Ah joh, hij is groen. Oh kijk wat een ruimte joh. Mooi visskeurtje. Ah joh. Yeah. Zo jongens, het past. En Daniel zit er niet heel lekker bij. Nee, wonder boven wonder. Maar we gaan gewoon. Hey jongens, we zijn er klaar voor. Nou, we starten onze trouwe vaartuig. Kom goed. Kijk. Let's go. Zo, ja, yeah, lekker man. Ja, file parkeren is niet leuk. File parkeren met de automaat, je weet hoe het gaat. Yo, nou, het contrast is groot. Als je hier kijkt, zien we lekker zon. Zien we mooie natuur, boompjes. Ah, prachtig. En hier de wolkenkrabbers van de stad. Hoppa, lekker urban. Maar goed, dit is dus het watertje. Er zitten een paar mooie vissen, hebben we gehoord. Ja. Spiros, 30's. Nee, 40's niet. 40's, maar, helaas. Ja, weet je niet, het is winter, dus ik heb geen idee. Maar het gaat wel een uitdaging worden. Het ziet er ondiep uit. Ja, dus, het ziet er niet heel vertrouwelijk uit. We gaan het proberen. Zo, we zijn eindelijk op de stek. Oh, wat een rende joh. Even een paar honderd meter lopen door de bosjes met die spullen. Nou, op dat moment dan denk je echt van, ik mis mijn fietscar of ik mis een trolley. We zijn met de auto, daar komt Daan aan lopen. God, mijn broekzak helemaal af. Die heeft natuurlijk meer spullen mee dan mij, dus ik was al een keertje klaar. Even het stoeltje klaargezet, even bijkomen hoor. Kijk deze show. Nice. Nice hè, ijs. Hey, wat heb je daar? Nou, de lekkere diepe chirp. Alle spullen liggen nog ingepakt en wel op het kantje. Ga ik eerst even observeren, even kijken wat de diepte hier doet. Hoi in het water. Tegen dit in. Altijd lekker. We gaan er heel langzaam in halen. Jongens, je ziet het water is 11,4 graden op de top, dus dat is top. Op zich wel best. Ja, ze zeggen altijd zodra het boven de 7 is, dan is de karper wel goed om te eten. Boven de 11 bepaalt zelf hè? 1,7 diep al. 2 meter al. Kijk, hey. 2,1. Lekker hè? Hoor je helemaal? Midden een beetje. Ietsje achter het midden. Midden 2 meter, dat is wel lekker. Ja jongens, we zijn net een tijdenafstand aan het maken op de GoPro. Waar ben jij mee bezig? Ik ben lekker de hengels aan het optuigen, want de zon gaat over een uurtje onder, helaas. Ja. Dus laten we... Een nieuwe richtbox. Ik heb een nieuwe richtbox. Dat is wel swaggy. Ja, lekker tafeltje in één. Wat doe je ermee? Ja, mijn spulletjes erin bewaren natuurlijk. Hey, proost. Lekker man. Nou ja, de hengeltjes snel mogen klaarmaken, over een uurtje is donker. Vorige sessie met Chitten was het niet zo goed bevallen. Nieuwe steen. Nieuwe steen ook nog eens, lekker stevig. Lekker man. RVS. Hey. Ja, lekker. Onverwoestbaar. Hey jongens, ik heb de Ronnie-rig verstopt in een PVA zakje. En wat doe ik daar nou in? Beetje stickmix. Altijd goed in de winter. En gekruste strawberryboys. En daar heb je zo'n zakje. Die heb ik dichtgeknoopt. Maar wat doe je dan? Je moet zorgen dat hij niet gaat drijven en dat de lucht eruit gaat. Dus pak je een boy nat, trek je daar gewoon even een beetje gaatjes in. Zo komt het sneller water bij, zeg maar. Dan is hij sneller opgelost. Dan ligt hij mooi op de bodem als een klein hoopje. Nou, verder, het onderrijntje is 15 centimeter lang. 50 gram wortelroodje. Ja, het gaat gewoon helemaal picobello. Dames en heren, als je naar mij kijkt, dan kun je echt wat leren. We zijn vandaag op een nieuw water, aangekomen wel. En ik ben Daniel. En ik ga zo meteen in mijn single puppy het water in knallen. We hebben net met de diepe een beetje geobserveerd. Een paar diepe punten gevonden. Het is tenslotte nog winter. Dus ik heb één snel meer regie. Eén single pop-up. We verspreiden gewoon de kansjes. Wiets hetzelfde. Het is eigenlijk gewoon een beetje oefenen. Ja, stekkeuze, jij doet eentje. Ja, daar rechts achterin in het hoekje heb je een beetje een diepe plek. En eentje hier toch? Ja, een beetje in het midden, een beetje diepe plek.
Ah, ik doe er eentje bij het boompie en eentje hier achter in dat zijtakje. Lekker ravotten in de bosjes. Hoppa, lekker. Hey. Kans gespreid. Let's go. We gaan ervoor, jongen. Ik ben nog nooit zo serieus in kijken. Even een fotoshootje. Ik vrees voor dit moment. Oeh. Ik heb dat ik zo lang gedaan over dat zakkie. Hij moet wel mooi voor dat boompje komen, ongeveer. Klaar ervoor? Ach, niet nee. Ah joh. Ah, best. Tevreden? Op zich wel goed hoor. Prima. Snel een rijtje aan het afzinken en volgende hengel. Lekker maat. Zo, ik heb hier mijn ene rig, een Ronnie rig. Met een witte pop-upie. En wat doet er nou op? Ik heb hier van die spray. En die ga ik dan even een beetje. Gaat dat? En je denkt niet dat het er in één keer vanaf gaat als het in het water belandt. Ah, lekker, lekker spreetje joh. Lekker. Kijk eens jongen. Dit wordt hem voor jou? Voorjaar. Dus gaan we aan de strawberry crunch. 16 mm klein pop-upie erop. Verse onderlijn erop. Snowman. Hey, snowmannetje. Ander single pop-upie. Maar dit heeft er helemaal geen zin. Tuurlijk wel. Hoezo? Kom maar. Ik wacht. Hij komt. Hij komt jongen. Nou, alle hengeltjes liggen in. Zo. Tentje staan, het duurde even. Maar we zijn gesetteld. Maar wel weg, hè? Met je warme laarsjes. Zo, die zijn goud, hè? Ja, die zijn goud. Ziet er goed uit. Wietse helemaal gesetteld. Mijn tentje helemaal mooi ingericht. We kunnen er tegenaan. Ik denk dat we zo meteen maar het vuur gaan aanzetten. Lekker burgertje erop. Ja, toch? Ja, toch. Ik doe nog even zo. Dat is ook wel mooi. Doe maar. Ik heb hier een magneetstrip. Oh. Die leg ik zo op mijn tent. Ja. En dan deze. Kijk. Oh. Kijk, ik sta aan de binnenkant en dan doen we zo. Even kijken hoor. En dan hebben we een lampje. Standje 1. Hand door. Standje 2. Hand door. Lekker ideaal. Papa. Nou, we zaten lekker voetbal te kijken. We waren net burgertjes aan het bakken. En die Wietse die krijgt in één keer een run. Helemaal door de fucking bosjes. Ah. Hangen? Ik snap er niks van. Het waren best veel piepen hoor. Ja, maar hij hangt nu weer gewoon als eerst. Was het deze wel? Ja. Zo, ik kreeg het gas niet uit, joh. Toen was hij net strakker. Hij piepte fucking veel. Ja, wij dachten van, is er nou een GoPro die uitgaat? Ja. We waren een voetbalwedstrijdje aan het kijken. We dachten van, is dat misschien die wedstrijd? Opeens denk ik, nee joh, dat is mijn saunabox. Ik hierin rennen. Precies weer tijdens het eten. Hangt de swingen zo, ik snap het niet hoor. Het is raar man, het was echt een harde run best wel. Ja, best wel piepen hè. Ja man. Hey joh, lekker burgertje bakken. We moeten ook altijd gestoord worden hè. Ik heb nooit eens even eten. Nee. Toffe zo. Ja kijk, ja geen pak hem, het is een braaf of zo. Een kleine karper. Ja, we wouden net weer de burger gaan bakken hè. Razen? Nee. Nou. Ook lekker tussen de takken, hè? Ja, dat is echt niet te doen. Moet ik scheppen het halen of niet? Ja, het is een razen, hoor. Ja, ja, ja. Ah, joh, wel eerste vis van het jaar, hè? En wel best wel snel, hè? Ligt pas een uurtje in of zo. Oh, dit is heerlijk. Ah, is een mooi het onderripje gehaakt. Lekker, man. Ik heb wel geen razen gevangen. Hoe moet het ook weer? Moet ik de hengel vast houden? Ja, is in de takken zit allemaal in de weg. Ik heb het hengel vast. Inpakken. In het onderlipje. Hey, je streeft zitten voorbij dit jaar. Kut zo. Met de vangst van de brazen. Brazen zeker. Hey, het is nog winter en je begint nu aan de Witvis Big Five. Ja, dat is de eerste. Bizar jongen. Dat is de eerste. Kijk, mooie baars. Zo, prachtig. Hij moet we gaan. Release maar. Oh. Mooi rap. Vertrouwen is er, hè? Hou nu niet mee. Eeuw, dat gaat helemaal aan koeken. Ja, gast, dat stinkt fucking erg. Wat ben je aan het doen, man? Ja, weet je? Oh, god. Ik denk, ik heb een nieuwe pan, ga ik eens wat anders proberen. Gaat me natuurlijk meteen fout. Ja, hoe lang ik had er nooit over nagedacht dat ik saté, dat je dat
per se in het water moest opwarmen. Ja, dan moet je in kokend water leggen. Ga je het bakken in een pannetje. Ja. Gadverdamme. Zolang het warm wordt, dan teken ik ervoor, hè. Heel die tent stinkt. Hey, maar lekker braasappie gevangen. Ja, ja, in zijn onderrib. En sindsdien is het best wel stil geweest. Ja, een paar runs gehoord, maar dat was wel op de iPad. Er zijn filmpjes aan het kijken. Ja, carpfilm. Wat voor filmpjes? De Fish Team. Oude video's. Dus. Maar ja, helaas, het komt nog wel, joh. Toch? Dat komt nog wel, ja. Toch lekker checken. Eggenboog. Corona. Ja. Hey, hij hangt er al een tijdje aan. Ja, je moet mij de lamp geven, want anders dan zie ik niks. Hij hangt er al een tijdje aan. Hey! Klassieke aanbeet. Kijk, zo zie je waar. Dat is echt een braasappie. Oh, klassieke dit. Oh, erg klassieke. Tweede van de avond. Niet best. Hey. Ah, het is nog vroeg, hè? Het is 10 uur, denk ik. Ah, zit er een braasem aan? Of? Nou, hij vecht nog wel aardig. Ja, dat is een grote braasem, of niet? Braasem. Zo. Best erop. Hé, hey, ik word met mijn spetteren zelfs. Wel lekker om te triggen. Heerlijk. Voor zover je dat zo mag noemen. Ah, wel op de Ronnie rig, hè? Dat is wel goed voor het vertrouwen. Ja, joh. Ik ben lekker bezig 2020. Ah, ik zie al een mooie boegel aankomen. Zo, jongens. Goedemorgen. Het is 7 uur en behoorlijk fris. Maar helaas, we moeten er vandoor. Ik moet naar de tandarts. En we hebben nog best een tijd voor de boeg. Hey. Kijken wie we hebben. Hey, good morning! Geen handen meer, hè? Ja, dat is wel een beetje... Oh, corona. Ja. Ja, het is nog vroeg, hè, jongens. 7 uur tenslotte. Maar, na 4 braasappels is het toch een mooie karper gekomen. We dachten van, als die 5 braasappels komt, dan zijn we er helemaal klaar mee. Ja. Maar eindelijk kwam er een karper. De aanhouder. En mooi ook, hè. Echt een hele mooie schub. Dus ik heb de crawler op Kavaskar gezet. Nou, ik zou zit een paardje in de zin. Ik zou even mijn rugbunkertje uitkomen, dan... Zal ik jou eens even op de gevoelige plaats zetten? Ja, maar dit is echt, jongens, een mooie winterbalk is het gewoon. Ja, zo mogen we het dan noemen, toch? Ja, ja, lekker werk, hè? Echt een flinke jongen. Dus we gaan ervoor. We houden ervan, we houden ervan. Een gevulde zak zorgt elke ochtend opnieuw weer voor een lach. We laten gewoon een verrassing wezen. We gaan eerst weg. Daarna ga je hem pas zien. Ja, het is best wel flink, hoor. Deze is al goed gezet. Het gewicht van de sering is er al af. Hij kast toe. Gaat tegenwoordig weer naar de sportschool. Mag wel met deze gewichten. Ik denk 12 kilo. Dat is toch. Ah, tyfus. Rustig houden. Rustig, wacht. Rustig, hou stil. Echt 11 kilo gewoon precies. Ik weet niet of dat precies zelf is. Ja, nu is die iets zwaarder. 11.2. Ja. Lekker, hoor. Dus dat is toch bijna 23 pond, jongen. Lekker wintervis. Toch niet verkeerd. Oké. Okay. I gonna show him to you. Hey, die is een bunkie. Kijk eens, jongens, wat een vis. Niet normaal. 11,2 kilo. Ging voor een 15 mm pop-up. Citrus pop-upie op de Ronnie rig. Ja, echt niet normaal. Ja, heel gaaf, hoor. Dat was een uitprobeerzichtje, die rig. In een PVA-zakkie. Gevuld met stickmix en gekruste bodies. Ja, en dan is het, wat is het vandaag? 13 maart. 13 maart, kijk die staart. En dan vang je zoiets. Het is wel bizar. Ja, hij mist gewoon de helft van zijn staart. Ongelooflijk, wat een vis. Schuld een kilootje. Kijk wel een bek. Ja, punt gaaf wel. Ongelooflijk. Ja, hier ben ik toch zo blij mee? Ja, hele mooie, jongen. Heerlijk. Okay. Even een fotootje schieten op de gevoelige plaat. Ja. Aan de kant misschien even laten zien aan de candy. Yes, lekker urban. Heerlijk. Mooie achtergrond ook. Ja, het is een hele gaaf vis, hoor, Wiet. Ja, echt niet normaal. Hij mag gaan, jongens. Eén laatste blik.
Het is niet normaal. Mastje vol. Ja, wel een flinke vis. Echt wel lekker wijnkeuk erop. Nou, al die brasems werd er wel een keertje tijd, hè? Vier brasems, hè? Het kan zijn dat ik ook nog eentje aan heb hangen. Brasem, ja, maar jij bent te rijden om eruit te gaan, hè? Jongen, ja. Zie jij aan deze hengel dat er een brasem aan hangt? Nee. Kom op, zo. Ah, tuur. Ah, fuck. Wat doe jij? Oh, die doorn zag ik in mijn oog schieten. Ja, hij zit hier professioneel. Kun je even van maken? Nee. Ah, joh. Ja, joh. Doe, help. Ah, doe pijn, jongen. Hij zit nu in je schouder vast. Ah, wat doe je nou? Je houdt precies die matten voor je. Lekker, man. Lekker, man. Yes. Ja, en dan heb ik nog mooi, jongens. Een nieuw product wellicht. Voor in de toekomst. Maar ja. Zij met je vishanden. Oh. Wat hebben we dan? Hele vieze, stinkende, slijmige handen. Dat is altijd een van de nadelen. Kwaliteit. Oh. De vis die mandoekie. Netjes, netjes. Ideaal als je gewoon vieze handen hebt. En dan zijn ze zo weer schoon. Ik zal hem even laten zien waar ik hem heb gevangen. Het is een uitprobeerskje. Het is een, sowieso een rigje van 45-50 gram. En dan zo'n rigje. Je zou het niet geloven. 15 minuten per puppy en dan een feng twister die lekker mooi zo om de haak kan heen draaien. Ja, en daar ging hij gewoon voor. In een PVA-zakkie. Perfect. Zo lekker, man. Nou, wij zijn niet de enige die wat gevangen hebben vannacht. Nee. Hebben we hier nog? Twee volle gezet. Nee, hey, ho! Hoi, oh, hey, kom eens. Los. Oh, dat zijn muskaten. Muskenschatten. Lekker. Yes, het wagentje wordt weer lekker volgetrapt. En we hebben er toch een lekkere sessie op zitten. Zo, dat was echt helemaal goud, jongens. Ja, bizar, joh. Hey, oh, lieve nacht. Het mannetje. Vol in maart. IJskoud als de vis. Het is nog winter, hè? Maar hij volgt wel lekker. Oh, corona. Oh, ja. Oh, altijd op blijven letten. Dus ja, dat was de video weer. Vond je hem nou leuk? Doe even twee blauwe duimpjes omhoog. Abonneer voor meer. We hebben bijna 20.000. Helemaal top. En ja, er komen hele zieke dingen aan dit jaar. Echt, een paar buitenland treffs. Carpvissen met bekende vis gaan we heel veel doen. Challenges, zo jongen. We moeten challenges. Meemaken. Oh, ja, joh, wedstrijdjes hamburgers eten. Wordt, oh, wordt gek, we smikkelen, jongen. Dus stay tuned. Volg ook op Instagram en Facebook. Elke dag doen we naar een post, update. Hey, volgende week. Dan zien we jullie volgende week. Later! Zo, het is donderdag afvaldag. Ik heb hier mijn spullen gezet. Nee, geitje, geitje. Lekker met de sleep. Ik ga snel mijn karretje inpakken. Dan mag ik nog 8 kilometer terug naar huis fietsen. Oh, met tegenwind. En dan naar de tandarts. Haasten naar de tandarts. Met de tandarts, lekker fris nietje erbij. Twee gaatjes vullen, dus ik heb daar helemaal geen zin in. Houd maar goed, van. Wel één mooie vis gevangen. Dus bij deze de echte afsluiten. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Houdoe. En subscribe. Stay tuned. Happy days.